Een vast terugkerend element in vrijwel elke Jan van Haaster puzzel zijn de oogjes. Zo ook in deze puzzel het kerstdiner. Deze oogjes zijn wel heel mooi gemaakt. Die kijken mooi even onder de rok van deze kerstvrouw. En we hebben nog ergens oogjes in deze puzzel. Voor mij zijn dit de enige twee in deze puzzel. Hier kijken ook nog oogjes wat er allemaal gebeurt bij het kerstdiner.